Goedendag, Johan Daalman van de firma CC Heftrucks. We zijn vandaag bij een belangrijke klant van ons, bij de firma Pacco in Diksmuiden. We hebben hier een automatische robot geleverd, de EPX-15, die een heel traject doet, waardoor dat, ja, bepaalde handelingen van mensen vervangen worden door een automatisch paletrucje. Oké, goedemiddag. Mijn naam is Stefan van Outer. Ik ben de productieverantwoordelijke van Pacco Diksmuiden. Pacco Diksmuiden is een bedrijf die gespecialiseerd is in het ontwerpen, het maken van pomponderdelen en het assembleren van pomponderdelen. Wij zijn een custom-made, dus een maakbedrijf. Dat houdt in dat wij vele productiestukken maar eenmalig maken. Wat resulteert ook in heel veel flows van toelevering binnen productie. Dus zoals ieder modern bedrijf zijn wij ook volop bezig met het automatiseren van bepaalde activiteiten, repetitieve activiteiten, saaie activiteiten, maar ook activiteiten die de dag van vandaag geen toegevoegde waarde meer hebben. En onder andere, dus wij hebben heel veel lasrobots, cobots, slijprobots, plasmarobots. En nu zijn wij ook volop de eerste stappen aan het zetten in het automatiseren van onze interne transport, waaronder onze AGV, onze eerste AGV. En op langere termijn, daar zal het ook niet mee stoppen. Dus dat is de eerste proefproject wat betreft intern transport. Maar door, ons maakindustrie, hebben wij ook enorm veel flows. En ik denk ook, als dat een succes is, dat wij ook nog verdere pistes zullen bewandelen wat betreft nog het verder automatiseren van andere transporten. Waaronder, als dat een succes is, eventueel ook nog andere AGV's hier zullen rondtoeren.